Vandaag de gast Frans Everts, president-directeur van Shell Nederland. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met u bespreken. Namelijk uw visie op de toekomst van een groene Shell. En de uitdagingen die komen kijken bij het nemen van die duurzame stappen. Mm-hmm. Heel even een vooruitblik naar morgen. Benedicte Fiek, ze is bezig bij Tata Steel. Daar wil ze de CEO, Hans van den Berg, van Nederlandse Tata Steel, wil ze achter de tralies. Ja. Hoe kijkt u naar dat soort zaken? Nou ja, dat is natuurlijk wel zorgwekkend. Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat er activisten zijn. Dat mensen, bedrijven, overheden van hun visie proberen te overtuigen. Dat ze daar druk mee zetten. Ik denk dat dat allemaal heel goed is en nuttig. En dat bedrijven en overheden ook op reageren. Hè. Dat kun je wel zien in de loop der tijd. Maar om individuele bestuurders, dat gaat me wel wat ver. Ja, maakt u zich zorgen? Nee. Dat ze haar pijl op u richt? Nee, ik denk dat het belangrijk is ook dat je dus als bedrijf dingen doet. En ik denk dat wij als Shell in Nederland met een enorme agenda bezig zijn. Wat dat betreft anders dan Tata Steel, bedoelt u? Nee, niet zozeer anders dan Tata Steel. Alle bedrijven zullen daar op hun manier mee omgaan. Ja, maar Hans van den Berg wil ze wel achter de tralies. Waarom u niet dan? Ik maak me geen zorgen. Oké, ik ga het er morgen vragen. Ik zou het in de gaten houden als het goed was. Ja. Shell heeft, zo schrijft Trouw, afgelopen kwartaal voor $3 miljard aan aandelen ingekocht. Komende maanden komt er nog eens $3 miljard bij. Het feest van de beleggers natuurlijk. Vroeg me af of het geld niet beter in verduurzaming in de energietransitie kan worden gestoken. Ja, het is belangrijk als bedrijf. Heb je natuurlijk meerdere prioriteiten. Een van de prioriteiten is natuurlijk ook dat wij een aantrekkelijk aandeel willen zijn voor onze investeerders. Met name het gat ten opzichte van onze Amerikaanse concurrenten op dit moment is heel erg groot. Chevron, ExxonMobil? Ja, die worden hoger gewaardeerd. En het is een van de prioriteiten dat je daar ook naar kijkt van hoe ben je een aantrekkelijke belegging. Maar ook natuurlijk die netto nul visie die we hebben. Onze emissies omlaag brengen. En het is beide. Hè. Het is meer waarde bieden, maar ook minder emissies. Hè. Ja, dat is letterlijk de strategie. Want anders bent is Shell bang dat ze overstappen naar concurrenten die aandeel houden? Ja, uiteindelijk bedrijven die heel lang ondergewaardeerd zijn, daar loopt het meestal niet zo goed mee af. Nee. Hè. Dus die kunnen worden overgenomen, kunnen worden opgesplitst. Er zijn dan activistische beleggers. Dat zijn wat anders dan activisten die misschien het milieu. Hè. Dus ja, dat soort dingen, daar moet je ook mee rekening houden. En, maar 6,5 miljard dus bij elkaar. Dat is precies het bedrag dat Nederland geïnvesteerd wordt in de duurzame transitie. Ja. Daar kun je heel veel mee doen. U zei het zelf al in het eerste half uur wat het voor astronomisch bedrag het is. Ja. Dat wordt nu aan beleggers gegeven als een soort feestje, cadeautje. Ja, maar tegelijkertijd houden we er ook nog heel veel geld over om te investeren. Zowel in de energie van vandaag, maar ook in die energie van morgen. Ja, er is zoveel meer geld. Dus 6,5 miljard. Ja. Lichter. Ja, je moet het in balans zien. Ja. En wat is die balans dan? We investeren dus bijna 25 miljard in het energiesysteem van zowel vandaag als in het energiesysteem van de toekomst. Ja. En in Nederland denk ik dat we juist zo mooi hebben dat we dus eigenlijk al een doorkijkje kunnen geven van hoe zou dat eruit kunnen zien? Hè? We hebben hier wind op zee, we hebben hier die waterstoffabriek. Ik denk dus dat Shell in Nederland een enorme opdracht heeft eigenlijk van kun je laten zien dat dit werkt? Hè? Dat we dit technisch kunnen, dat we dit veilig kunnen, dat we het kunnen laten draaien, ook economisch, dat er een commercieel bedrijfsmodel ook uiteindelijk ontstaat, zodat we de volgende, we noemen deze Holland Hydrogen 1, we hebben al een plot daarnaast, daar zou wellicht Holland Hydrogen 2 kunnen komen, maar laat zien dat het kan. Ja. En ik denk dat Nederland daar dus een enorme rol in speelt. Snap ik, maar ik hoor u het eerste half uur spreken, u bent doordrongen van de verantwoordelijkheid die u heeft als president-directeur van Shell vanuit het bedrijf waar u voor werkt. Zeker. Wereldwijd 50% minder uitstoot in 2030. Dan zijn dit enorme bedragen die je daarvoor kan inzetten. Ja. En dat doen we dus ook om onze eigen emissies omlaag te brengen. Hè. Het voelt dus zo erg zo dubbel dat het dan als een cadeautje wordt weggegeven aan de beleggers. Ik denk niet dat je het als een cadeautje moet zien. Uiteindelijk bedrijven bestaan ook om een rendement. We zijn inderdaad uiteindelijk een commercieel bedrijf. Mm-hmm. En daar heb je onder andere ook te maken met aandeelhouders. Ja. Maar je bent er heel royaal in de Shell, toch? De afgelopen jaren zijn we misschien nu wat royaler. Maar ik kan me ook herinneren, een paar jaar geleden, weet u misschien ook nog, dat we de coronacrisis hadden. En toen moesten we op een verschrikkelijke manier de buikriem aanhalen. Toen hebben wij de ongekende stap genomen om het dividend te verlagen. Dat was nog nooit gebeurd. Althans sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen maakten we 20 miljard verlies. Dus dat waren hele moeilijke jaren. Ja, dus nu het inderdaad een keer wat beter gaat. En
we wat ruimer in een jasje zitten. Ja, is het ook goed om die beleggers dan ook weer te zeggen, ja, Shell is ook nog een goede investering. Ja. Je zou kunnen zeggen, die coronacrisis, hè, daarvoor werd het dividend verlaagd. We zitten nu in een energiecrisis, er moet een transitie plaatsvinden. Ja. Misschien is dat ook wel een reden om het dividend te verlagen, in plaats van juist extra te verhogen. Nou, ik denk dat de opdracht meer is van laat zien dat het kan. Ja, laat zien dat die investeringen in biobrandstoffen, in wind op zee, in waterstof, dat daar aantrekkelijke investeringen zijn. Ja, niet iedereen is daarvan overtuigd. In Nederland misschien wel, maar wereldwijd zijn er nog niet al onze investeerders daarvan overtuigd. Dus dat moeten we nu laten zien. Die moet je op die manier meekrijgen. Die moet je meekrijgen. Die moet je ook meekrijgen in die energietransitie. Ja, ja. En ik denk als dat kan en we daar goed in zijn, dan gaan we door. Dan schalen we op en dan gaan we verder. Ik ga heel even voor mijn beroepsgroep opkomen, want journalisten mogen geen vragen meer stellen tijdens de telefonische persconferenties. Om het proces te vereenvoudigen, meer in lijn te brengen met hoe concurrenten dat doen, was het bericht van Shell. Daar verbaasde ik me zo over. Ja, nou ook daar kijken we natuurlijk van hoe doen we dat? Maar die journalisten die kunnen sowieso nog meeluisteren. En we hebben nog steeds een persafdeling hier in Nederland. Er zitten een paar mensen, een paar van mijn collega's, die beantwoorden alle vragen die we krijgen. Ja. En er zijn ook nog steeds één op één gesprekken met journalisten, ook op de achtergrond. Maar op die dagen. Graag dat u ze beantwoordt aan uw baas en niet de persafdeling natuurlijk. Ja, nou daarom zit ik hier. Ja, nou dat wordt ook gewaardeerd hoor, ja. Maar ik vroeg me gewoon af wat het dan allemaal doet, hè? Het ruimhartig belonen van aandeelhouders, buitensluiten van journalisten met het imago van Shell, want daar bent u mee bezig. Zeker. Nou ja, ik denk dat wij vooral willen laten zien wat we doen, ja? En daarop inzetten. En helpt dit niet, bedoelt u? Nou, dat weet ik niet. We zijn nog steeds erg toegankelijk. Ik denk dat er weinig bedrijven meer vragen krijgen dan wij. We proberen ze op allerlei manieren te beantwoorden. Ja. Voor en achter de camera's. Dus ik maak me geen enkele zorgen dat de journalisten niet met hun vragen bij ons terecht kunnen. Dus wat dat betreft maakt u zich geen zorgen om het imago, Michel? Ik denk wel degelijk dat er, maar niet zozeer vanwege dit punt. Natuurlijk zijn er heel veel critici en daar proberen we ook zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar ik wil ook een lans breken voor de, nou, we noemen het intern wel de silent majority. Hè? We meten dat ook van, nou, hè, is nou iedereen tegen ons? En dan zie je dus dat niet zo is. Hè? Er zijn inderdaad een groep mensen die zeer kritisch zijn, die ook heel luidruchtig over zijn, die inderdaad hun stem ook via protest en op allerlei manieren kenbaar maken, social media. Er zijn ook heel veel fans, ongeveer evenveel. Die hoor je wel wat minder. En er is een hele grote groep mensen die zeggen van, nou, weet je wat, ik ben best bereid om te begrijpen, waar ben je mee bezig? Wat betekent het voor mij? Betaalbaarheid van energie is voor mij ook belangrijk. Mm-hmm. Het feit dat die energie er ook is als ik hem nodig heb, en dat is natuurlijk ook niet meer zo zeker in de huidige tijdperk. Ja, dat is iets wat mij ook bezighoudt. Ja, dus die groep wilt u ook bedienen? Ja, die bedienen we ook. Hè. En komen daar in ieder geval op onze benzinestations bijvoorbeeld. En als we dat daar meten, dan hebben we nog nooit zulke hoge klanttevredenheid gehad als nu. Nee. Nog een ander iets wat wel te maken heeft met imago van uw bedrijf, de gaswinning in Groningen. U komt zelf uit Groningen, moeizame afhandeling van dat dossier. U volgt dat natuurlijk. Het is uiteindelijk de joint venture de NAM. Dat begrijp ik ook. Maar ja. Daar zit ExxonMobil en Shell beide 50% belang in. Dus in die zin is het bedrijf betrokken. Hoe kijkt u naar die afhandeling? Nou ja, ik ben blij dat het veld nu dicht is. Ja, er staat wel nog een soort achterdeur open. Dat mocht het nog extreem koud worden, dan zou dat eventueel nog een beroep op het veld kunnen gaan. Maar het gaat niet meer daar over wat Shell betreft? Daar waren wij niet blij mee. Hebben we ook tegen de staatssecretaris via de NAM hebben we dat laten weten. Wij hadden het liever definitief dichtgewild. We zijn ook blij dat door de parlementaire enquête dat er heel duidelijk is gekeken van hoe is dat nou allemaal gegaan. Dat hebben we ook van harte ondersteund. Daar hebben we ook allemaal aan meegewerkt natuurlijk. En ja, we zijn met de overheid in gesprek om te kijken van hoe gaan we nu deze eindfase. Daar hadden we natuurlijk nooit afspraken over met elkaar. Van hoe moet dat nou als dit allemaal tot een einde komt? Ja, hoe we dat oplossen? Nou, en dat is best ingewikkeld. Ja, dat wil ik geloven. Ja. Voor iedereen, dus ook voor de NAM waar Shell in zit natuurlijk. En ik las tegelijkertijd een interview in het FD dat er wellicht mogelijkheid zijn om gas te winnen onder de Waddenzee. We hebben een veld vlakbij het dorpje, dat heet Ternaart. Ja. En waar je dan inderdaad vanaf land onder de Waddenzee kan boren. Wat we al tientallen jaren doen in Nederland. Mm-hmm. Dat is niet nieuw, dat is niet anders. Er zijn allerlei boorlocaties waarin we de afgelopen 20 jaar dat bijvoorbeeld hebben gedaan. En dan meten we heel erg goed van, zijn er gevolgen? Ja. We doen dat zogenaamd met het principe hand aan de kraan. Van als er dingen fout gaan, als er dus bodemdaling, daar gaat dit met name over, optreedt. Dan zouden we stoppen. Ja, maar ik zat dan te denken, je hebt dan het hele dossier Groningen. Ja. Het moeizame dossier waar we net over spraken.
Het lijkt dan ergens wel alsof het bedrijf soms een soort sociale antenne misschien wel mist. Moet je dat in deze tijd wel willen dan in de Waddenzee zo'n veld openen? Juist als je zo zorgvuldig het probeert af te handelen in Groningen. Ja, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Hè. Dat daarnaast het gaat niet over. Hè. Dat snap ik. Maar Nederland heeft nog aardgas nodig. Ja, we gebruiken het nog heel veel. Eigenlijk is het beste gas, als je al aardgas moet gebruiken, is om het zo dichtbij te doen. Dan heb je zo min mogelijk CO2. Dat is ook goed voor Nederland. Dat levert de Nederlandse schatkist ook weer heel veel geld op. Hè, want heel veel van die opbrengsten gaan gewoon naar de staat. En ook vanuit een milieu-oogpunt, ja, als je gas wil gebruiken, gebruik dan ook die kleine velden die Nederland heeft op de Noordzee. En dit is er ook eentje van. Gebruik die dan eerst in plaats van LNG, hè, vloeibaar gas, importeren van ver weg. Ja. Nee, maar het is natuurlijk, aan de ene kant zijn we bezig om Groningen op zo'n goede manier af te handelen. En aan de andere kant is dan, en natuurlijk is het een ander gebied, maar het ligt wel in dezelfde regio, zou ik maar zeggen, zou daar dan een veld uitgebreid worden. Ja. Nou ja, dat doen we dus, wat ik al zei. Dat is niet zo anders dan wat we de afgelopen jaren al hebben gedaan. En we denken dat we het op een veilige, verantwoorde manier kunnen doen. Ja. Dat is in Groningen natuurlijk jarenlang ook. Hè? Ja. Maar dit gaat niet over aardbevingen. Laten we dat absoluut voorop stellen. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekenstein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.